biodiversiteit en groen in de gebouwde omgeving vind ik echt super, super belangrijk aan het worden. Ik denk dat dat een hele belangrijke drager gaat worden in de gebiedsontwikkeling. Ja, je hebt geroepen natuurlijk dat jouw wijken, althans sommige wijken, ja, mensen 5 jaar ouder worden. Ja, ja. Dat heb je wel groen nodig natuurlijk. Ja, dat heb je heel hard groen nodig. Ja, ja. Want mensen ontspannen helemaal bij groen. Je ziet het al nu al in vastgoedwaarde. Aan bijvoorbeeld als je aan parken huizen verkoopt of aan bij groene grote bomen bijvoorbeeld, is de waarde van een woning hoger. Ja. Dat gaat er niet om dat het vastgoed meer waard is. De mensen geven er meer om, zijn bereid meer te betalen als er heel veel groen is. Ja. Als je nog een droom hebt, wat is dat dan? Ik denk als we in staat zijn gebieden te maken in drukke steden waar het heel erg rustig en ontspannen is en dat extreem is, extreem groen, extreem rustig. Mm. En dat je echt gaat wandelen en tot rust komt, dat lijkt me het meest ultieme. Dat je naar je huis toe loopt en dat je meteen ontspannen wordt. Ja. Ja. Oftewel, we gaan een mooie projectje doen nog een keer. Ja, extremer dan extreem. Ja? Cool, gaan we doen. Leuk man. Succes met alles. Goed zo, hoi.